Er komt een jeugdontmoetingsplek in het centrum. 40 jaar vakantie vieren in Valkenburg. En bereikt de seniorenraad haar leden? We beginnen deze week met de jongerenontmoetingsplek. U weet, het fatale ongeluk in Broekum-Noord vorig jaar in augustus heeft onder andere toegeleid dat de jeugd een eigen plek gaat krijgen. Niet in Broekum-Noord, maar in Valkenburg Centrum. Hoe zit dat? Vroeg ik aan wethouder Remy Meijers. Nou, omdat de jeugd waar het hier om gaat niet alleen uit Broekum-Noord komt. En we natuurlijk wel, kijk, er is vorig jaar afgesproken, we gaan zorgen dat er een jongerenontmoetingplek komt. En gewoon van alle plekken die we onderzocht hebben, was de plek aan de burgemeester Hensingel gewoon het meest geschikt. Dus vandaar dat daarvoor gekozen is. Er is recentelijk een vergadering geweest, een besloten vergadering. Daar mocht de pers niet bij zijn. Waarom is dat? Omdat het een werkgroep was. Hè? Dus als je een werkgroep hebt waarbij mensen gewoon tot afspraken en besluiten onderling moeten komen, dan ga je daar niet de pers bovenop zetten. Bovendien, dat was echt iets particuliers. En bovendien, ja, als je met een groep als jongeren spreekt die voor de eerste keer met de buurt echt praten en daar dan camera's bij zet, dan krijg je misschien vreemde situaties. Nu heeft iedereen in een goede persoonlijke sfeer met elkaar kunnen praten en het was een goed gesprek. De contacten die wij hebben gehad met een aantal jongeren, die zijn positief. Zo mag ik het interpreteren. Hoe is het gegaan met de bewoners die in eerste instantie fel tegen zijn? Ja. Nou, even specifiek. Bewoners zijn nog steeds pertinent tegen de plaatsing van een job op die plek. En dat is een goed recht. Ze hebben ook correct bezwaar er tegen aangetekend. Stel dat dat wordt toegekend, ja, dan gaat het job daar op die plek gewoon niet door. Alleen, ze hebben ook gezegd van wij zijn niet tegen een job. Alleen niet op die plek. En ze hebben daar ook het gesprek gevoerd met de jongeren. En ik had toch de indruk dat dat overwegend ook positief was. Het zijn jongeren van Broekum, van Valkenburg, ook nog van andere delen van Valkenburg of van buiten? Ja, nou ja, kijk, er wordt voortdurend gedacht van er komen een hoop mensen van buiten dan op zo'n plek af. Hè? Meersen, Maastricht, et cetera. Nou, dat is dan wel frappant. De politie en de BOA's die hebben de strikte opdracht om iedereen die naar jeugd riekt, zeg maar, in dat gebied streng te controleren. Om te kijken of er geen vreemde sujetten tussen zitten. En wat blijkt van al die mensen die daar dan gecontroleerd zijn, komt er slechts eentje. Niet vanuit Valkenburg, maar vanuit Maastricht. En die had ook nog een goede reden. Hij heeft namelijk een vriendinnetje uit Valkenburg. Bij het job is afgelopen zomer een webcam geplaatst om de jeugd in de gaten te houden. Hoe wordt dat gemonitord? Nee, maar er zijn diverse mogelijkheden voor. Hè. De camera die geplaatst is specifiek bedoeld van stel dat er iets gebeurt, dat we altijd kunnen zien wat is er gebeurd en wie heeft het gedaan. Dat is specifiek de doelstelling. En gewoon voorkomen. Want als een camera hangt, wil niemand daar rotzooi trappen, want die weet, ik word gefilmd. Maar het echte monitoren, dat is echt gewoon het actieve werk. Dat is de politie, die daar heel scherp op let. Dat zijn de BOA's, die daar heel scherp op letten. En dat zijn specifiek ook de zogenaamde straatcoaches, die we hier specifiek voor aangesteld hebben. Om te zorgen van, breng de groep in kaart. De groepen trouwens, hè, want dat zijn natuurlijk steeds wisselende samenstelling. Zorg dat zij gewoon bij de les blijven. En ja, heb er ook een coördinerende, ik zou haast zeggen, soms af en toe opvoedende rol. In. Dat is niet specifiek de taak van de straatcoaches, maar ze geven die jongens natuurlijk wel af en toe wat mee. De familie Roemer uit Huizen in het Gooi werden op residence Valkenburg in Schinopgeul door wethouder Claudia Bisschops in de bloemetjes gezet. Al 40 jaar lang komen ze hier op vakantie. Wethouder Bisschops vroeg het paar waarom ze hier op vakantie komen. En dit was het antwoord van de heer Roemer. In de mensen, de omgeving, de mensen zijn gemoedelijker, aardiger, vriendelijker, niet gestrest. En wij in het Gooi, dat is allemaal gestrest. En als wij weer naar het Gooi terug gaan, moeten wij altijd weer omschakelen. Van relax naar met de gemeente mee te gaan met de stress. Okay. Ja, daarom komen wij hier graag al jaren. Ja. En als we ergens in de rij staan hier, nou, dat maakt ons niet uit. Ten eerste, we hebben vakantie en we wachten wel. Ja. Nou, en dat is bij ons niet zo. We worden als ware gewoon aan de kant geduwd. En ja, dat. Dinsdag 21 augustus. We staan voor de Holle Eik in Houtem. De seniorenraad heeft hier een wijnproeverij georganiseerd als een van de vele activiteiten in dit zomerprogramma. Speciaal voor 65-plussers. 70 deelnemers hebben ingeschreven en we gaan binnenkijken wat ze allemaal aan lekkere wijnen voorgeschoten krijgen. Gaat u mee naar binnen, een wijntje proeven?
Robin van der Koelen uit Gulpen, wijnimporteur en hier aanwezig op de wijnproeverij in Houten. Leg eens uit aan de kijkers van TV Valkenburg, wat is nou eigenlijk een wijnproeverij voor de mensen? Een wijnproeverij is vooral dat mensen zich kennis gaan maken met verschillende soorten wijn. Er worden namelijk zoveel verschillende soorten wijn gemaakt en tijdens het proeven, dus we nadrukkelijk proeven, dus het is geen tussen haakjes een zuipfestijn, kleine slokjes, verschillende smaken ontdekken, waardoor je een breder palet gaat krijgen en meer kennis gaat krijgen van wijn. En dit soort bijeenkomsten doe je vaker uit hoofden van je functie, uit hoofden van je beroep? Ik doe het niet zo grootschalig. Dit is puur, vooral voor de seniorenbond hebben mij dat voor gevraagd. En mijn dagelijkse job is vooral richting de horeca, de wijnspeciaalzaken, te adviseren in de wijnspijscombinaties. En ja, dagelijks wijnproeven. Miep Essers uit Houten, aanwezig bij de wijnproeverij in het eigen dorp. Wat brengt u hier naartoe? Nou, omdat we toch wel liefhebbers zijn van wijn drinken. Doe het graag. Mijn man is toevallig ook hobby wijnmaker. Dus dan komen we hier naar Hollijk, ook eens proeven. Ik heb ook een keer meegemaakt in de Grote Geulen, vond ik ook heel erg interessant en sfeervol. Maar hier een eigen dorp, dat kun je niet missen, daar moet je bij zijn. Een voorkeur voor witte of rode wijn? Liever witte, liever droge witte wijn. En doet u vaker mee aan dit soort activiteiten van de seniorenraad? Of is dit het enige, het drankgedeelte, laat ik het zo even zeggen? Nee, van de week gaan we ook naar de barbecue. Ze hebben, ja, ik vind het geweldig wat ze allemaal organiseren, want dat is voor de Valkenburgers en zeker voor mensen op bepaalde leeftijd is dat geweldig wat zij voor de gemeente Valkenburg doen. Daar sta ik helemaal achter en zodoende zijn we ook vanmiddag hier. Wat vind je van deze bijeenkomst hier in Houten? Het zijn allemaal, nou, met alle respect, 65-plussers en die lusten wel een drankje. Ja, nee, ik vind het heel leuk, vooral omdat mensen geïnteresseerd zijn voor de wijn. En natuurlijk voor de ouderen is het natuurlijk ook een bijeenkomst, zowel in combinatie met wijn en gezelligheid. En ik vind dat dat gewoon onze bijdrage dan bij mogen doen. En daar ga je nog lang mee door, ook hier in Houten? Dat is de intentie, dat we er gewoon elk jaar blijven terugkomen. René Paulsen, ik zie nu dat u een echte wijnliefhebber en ook een wijnkenner bent. Vertel eens, wat brengt u hier naartoe? Nou, we kregen de uitnodiging van de seniorenraad om mee te doen aan de wijnproeverij. Ik denk, doe het, probeer eens een keertje. Want ja, je kunt altijd, bent nooit oud om te leren. Dus dat geldt ook voor wijn. En ja, hoe ouder vaker, hoe beter. Maar ook deze wijn is lekker jong. Dus ook jonge dingen kunnen lekker smaken. Geen voorkeur voor wit of rood? Nou, in de zomer heb ik liefst witte en liefst een Sauvignon Blanc. En in de winter heb ik ja, toch wel een malo, een steviger wijn of zo. U doet vaker mee aan dit soort activiteiten van de seniorenraad? Nee, dit is de eerste keer. Ik ben pas senior eigenlijk, laten we het zo stellen. Althans, ik voel me nog niet zo, maar ik hoor bij de club blijkbaar. Dus ik denk, probeer het eens. Guy Kale, voorzitter van de seniorenraad Valkenburg. We zijn hier op de wijnproeverij in gemeenschapshuis de Holle Eik. Ik vind het een perfecte organisatie, een perfecte activiteit. Leg eens uit, waarom doen jullie dit? Wij doen dat vanwege het feit dat met name in de zomermaanden veel senioren alleen zijn. Kinderen gaan op vakantie, buren gaan op vakantie. En we zijn toen tot de conclusie gekomen, we moeten een programma maken waarin die mensen een aantal keren in de maanden juli en augustus de deur uitgaan, want wij komen vooral op tegen de eenzaamheid van ouderen. Dat moeten we ten koste van alles voorkomen. En zo is het zomerprogramma geboren, met name onder de vorige voorzitter Ton Smeets. En ook Mariet Kremers heeft een hele grote rol in gespeeld. En het zomerprogramma, dat zijn een veertiental activiteiten in het Valkenburgse, gesubsidieerd en gestimuleerd door de gemeente. En de gemeente geeft ons de vrije hand door te zeggen van nou, jullie krijgen een bepaald budget en met het budget kunnen jullie op weg. Ja, het sociale aspect is voor ons het belangrijkste, dat je weer mensen ziet, dat je afspraken maakt, dat je elkaar eens belt of mailt of hetzelfde wat. Maar dat je in ieder geval je eigen netwerk een beetje uitbreidt, zodat je niet thuis achter de geraniums hoeft te zitten. Dat is nergens voor nodig. En als iemand goede ideeën heeft, sluiten we ons daar graag bij aan. En je ziet het ook, we hebben dit jaar 900 reacties gekregen op ons programma. En daar zijn we vreselijk trots op. Zoals we allemaal weten, Valkenburg heeft veel toeristen. Maar waarom komen ze nu juist naar hier? Ik ga het hun vragen op deze camping.
klopt. Waarom komt u nu speciaal naar Valkenburg? Niet speciaal naar Valkenburg, maar naar Schinopgeul. Oh, nog specialer. Ja. Ja, het zal in 1995 geweest zijn dat ik hier met vrienden voor de eerste keer kwam om een fietstocht te maken. Nou, dat is eigenlijk een traditie geworden. We doen het eigenlijk al 15, 20 jaar. Oké. En ik ben op een gegeven moment hier vaker in het dorp geweest, in een hotel. Mm-hmm. En ik kreeg 4 jaar geleden de gelegenheid om deze caravan te kopen. Ja. Heb ik meteen gedaan. Ja. Ja, en ik zit hier eigenlijk vanaf half mei tot half september. Zit ik hier een lang weekend met okay. vakantiedagen. En buiten het fietsen, wat bezoekt u dan nog meer? Ja, ik kijk even wat het te doen is. Ja. Ik ben vanmiddag bijvoorbeeld in IJsden geweest. Ja, ja. Over de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja, ja. Ik weet niet even meer precies hoe het heet, maar. Ja, ja. Ja, en verder ga ik naar Maastricht, noem maar op. Ja. Oké. Ik ben ook een keer naar het museum in Venlo geweest. Oké. Ja. Ja. En waar komt u zelf vandaan? Uit Leiden. Waarom komt u nu speciaal naar Valkenburg? We komen veel naar Valkenburg om te fietsen, omdat het mooi is van de natuur en voor de bergjes hier. En omdat het een mooie streek is en een mooie stad. Ja. En u komt vaker? Wij komen hier toch 3 tot 4 keer per jaar. Oké. Okay. Ja. En waar komt u vandaan? Van Westerlo, van de Kempen. Okay. Van België. Van België, hè? Ja. 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 Van België, ja. En u doet meestal hetzelfde of is er nog iets bijvoorbeeld wat u nu deze keer speciaal heeft gedaan, puur in deze omgeving? No. Iets speciaal? Nee, wij komen eigenlijk altijd voor te fietsen. Ja. Dat is het grootste belangstelling hier. Ja. Fietsen, ja. Okay. Met de knooppunten, hè? Met de knooppunten, knooppunten. En Amstel Gold Race retourne. Ja. Ja. Okay. En de bergen, heuvels, niet zwaar? Nee, ik heb een elektrische fiets. Oh. En hij moet trainen. Awesome. Ik moet trainen, ik ben wielertrist en ik ga altijd september 1 week naar Frankrijk fietsen. En daarom kom ik altijd hier trainen. Oké. Okay. Waarom komt u naar Valkenburg? Ik vertoef graag in een andere omgeving als bij ons thuis. Ja. Dus dat is de reden dat we meerdere keren deze kant op komen. Meestal 1 keer in het jaar. En waarom nu juist Valkenburg dan? Ja, de omgeving is hier gewoon prachtig. Ja. Dus het is niet specifiek gericht op Valkenburg zelf. De omgeving vinden we hier gewoon heel, heel mooi. Ja. En wat doet u zoal als u hier bent? Meestal gaan we wandelen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk de grootste insteek. Het wandelen en tripjes maken in de omgeving. Dat ook nog wel, maar... Ja, lekker wandelen. Ja, ja. Waarom komt u nou speciaal naar Valkenburg? Wij komen deze kant al uit en toen waren we 16 jaar. En we hebben altijd hier in Schinopgeul op de camping gezeten. Dus we komen ook veel in Valkenburg. Het is mooi, daar lopen we door de pad zo, door de bossen. Heerlijk. Ja, dus u komt eigenlijk al bijna uw hele leven in Valkenburg? Ja, inderdaad. Ja. De kinderen zijn er bijna geboren hier. Ah, dat is wel heel bijzonder. En ze komen zelfs ook nog steeds. Ja, ja. En hoe lang komt u naar hier? Hoeveel weken? Nou, we zijn nu met pensioen, dus we kunnen gaan en staan wanneer we willen. Dus als het kan, zoveel mogelijk. Ja. En wat bezoekt u als u hier weer in de omgeving bent? Doet u iets speciaals iedere keer, wat u iedere keer naar terug gaat? Nou, op het ogenblik niet zoveel, want het is nogal heel warm geweest. En hij is erbij. En ik sluit hem niet in de tent of in de caravan op als het zo warm is. Dus van het jaar heel weinig. Maar normaal, wandelen, fietsen. Waarom komt u nu precies naar Valkenburg? Omdat ik het erg gezellig vind. En een Bourgondische sfeer. En een vriendelijke mensen. Ja. Leuke terrassen. Ja. Lekker eten. Ja. Dat is de reden dat ik regelmatig toch wel 1 keer per jaar naar Valkenburg kom. Ah, oké. U komt dus vaker.
Meestal komen we één keer per jaar toch wel dat we Valkenburg en Limburg aandoen. Ja. Ja. U zegt net lekkere eten, maar ik zie u toch nu hier met uw man afwassen. Hoe zit dat dan? Nou ja, kijk, elke dag uit eten wordt wel een beetje kostbaar. Dus van zo nu en dan, dan is het toch ook wel eventjes afwassen. Maar de bepaalde gerechten, zoals zuurvlees, dat staat toch ook wel elk jaar op het menu. Ja. Waar komt u zelf vandaan? Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Geen hond, ze gaan ook erheen. Dank u wel. Ja. Waarom komt u nu speciaal naar Valkenburg? Ja, dat is niet moeilijk om te bedenken hoor. Dat is op dat moment fietsen, nog eens fietsen en nog eens fietsen. Ja. Dus we hebben nu al een dag of 5, 6 achter de rug en elke dag kunnen fietsen. Dus en elke bult die er maar is, die fietsen wij. Ja. En op een gewone fiets. Okay. En ik zeg altijd, de accu die zit niet op onze bagage dragen, maar die zit in ons lichaam. Ja. En dat vind ik een van de belangrijke dingen, dat wij dat nog kunnen op onze leeftijd. Ja, dus. Het gaat goed, dat fietsen, nog op uw leeftijd. Uitstekend, denk ik. Ja. En komt u vaak deze kant uit? Wij komen vroeger regelmatig, zijn we dus, deze kant op. We zijn nu een beetje verkokkerd aan Noord-Holland. Dus maar als enigszins kans hebben, dus komen we altijd in het najaar zeker 1 of 2 keer naar Limburg. Ja. In Noord-Holland zijn natuurlijk geen heuvels, zoals hier. Nee, maar we hebben zo'n warm jaar op dat moment gehad. Ja. Dus dat, ja, dat is op dat moment erg voor het strand. Ja. Echt geschikt. Hier heb je dan 37 graden en daar hadden we dus 27 tot, ja, zeg maar, 22 tot 27 graden. Ja. Heerlijk om wat te doen. Ja. En waar komt u zelf vandaan? Uit Twente. Uit Twente? Ja, daar zijn we trots op. Jubileum, activiteit of nieuwstip te melden? Mail info@tvvalkenburg.tv